Welkom op deze observatie op locatie. Een project hier in Rotterdam waar aannemer De Vries en Verburg een uitvoering is van dit renovatie- en transformatieproject Het Hof van Terbreggen. Jullie start van het uitstootprofiel bouw en uitvoering, OP7, het bouwbedrijf, waarin jullie gaan leren hoe deze aannemer, hoe het aannemersbedrijf nu werkt en georganiseerd is. En hoe die dit soort projecten, het renovatie- en transformatie, renoveert, maar ook hoe die de komende 30 jaar gaat onderhouden. Ik neem jullie mee door deze periode heen en wat jullie natuurlijk gaan leren. Nou, jullie zien het, de oplevering van het project staat gepland over een maand. Op dit moment zijn ze de stelkomplaten aan het afvoeren van de inrit van de bouwplaats. Drukdoende bezig om het project op te leveren. De koppeling natuurlijk naar jullie, naar het onderwijs voor deze onderwijsperiode 7, waarin jullie in de kennismodule en de toepassingsmodule en de projectmodule leren hoe nou zo'n bouwbedrijf georganiseerd is. Maar ook natuurlijk wat zo op zo'n bouwproject, wat er aan renovatiewerkzaamheden gebeuren. Maar voornamelijk wat er nou in de komende 30 jaar aan onderhoud aan zo'n project nou gebeurt. Nou, in de kennismodule worden jullie meegenomen hoe dat bouwbedrijf georganiseerd is. En voornamelijk natuurlijk met het zicht op het onderhoud. En als we naar zo'n gevel kijken als hier, hoe die is opgebouwd en hoe die onderhouden moet worden. Dat is juist hetgeen wat jullie gaan leren in de kennismodule. Dat doe je natuurlijk niet alleen, dat doe je samen met je ketenpartners. In de ontwerpkant, de architect, voor de gevel niet, maar de constructeur, de bouwfysicus. Hoe kijken die nou tegen zo'n vraagstuk aan? Maar ook naar de onderaannemers en je toeleveranciers, waar deze kozijnen vandaan kijken. En wat gebeurt er nou de komende 30 jaar wanneer we naar het onderhoud kijken? Dat is precies wat jullie gaan leren in de kennismodule. En daar zit ook een hele mooie koppeling nu naar de toepassingsmodule. Want daar gaan jullie als beginnende ondernemers jullie eigen bouwbedrijf opstarten. Ga je een ondernemersplan voor schrijven en mogen jullie je eigen bouwbedrijf op gaan zetten. De kernwaarde ondernemerschap komt natuurlijk naar voren toe. En het mooie daarin is dat binnen dat bedrijf wat je gaat opstarten ook een BIM-afdeling natuurlijk naar voren kan komen. En voor dit project gaan jullie een bruikbaar en gezond BIM-model maken samen met je medestudenten. Gaan jullie die ontwikkelen. Want daar zit de mooie koppeling naar de projectmodule toe. Want als je dat BIM-model goed hebt neergezet, kan je die heel makkelijk gaan gebruiken in de projectmodule. Waar jullie een offerte gaan uitbrengen voor een professionele opdrachtgever. Maar daar zometeen meer over. Nou, we sluiten de projectmodule af met een professionele offerte die jullie gaan maken voor het aannemersbedrijf De Vries en Verburg als opdrachtgever. Gaan jullie offerte uitbrengen van diverse werkzaamheden die moeten gaan gebeuren. En De Vries en Verburg vragen jullie natuurlijk ook naast de offerte of jullie ook een onderhoudsadvies willen schrijven voor hun, hoe ze nou 30 jaar dit pand moeten gaan onderhouden. Jullie worden daarin uitgedaagd. En hier kunnen jullie heel mooi jullie kernwaarden van de hogeschool naar voren laten brengen. Op een integrale manier samenwerken. Jullie kunnen vindingrijk zijn, ondernemend kunnen jullie zijn en vanavond natuurlijk jullie vakmanschap kunnen laten tonen. Dus maak er een mooi kwartaal van, een leerzaam kwartaal. Nou, hier in de bouwkeet, bouwtekening aan de wand, planning aan de wand om een project te organiseren en te regelen. Doet de werkvoorbereider en de uitvoerder op basis van de calculatie die er natuurlijk is gemaakt. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen wat jullie gaan leren. Maar dat is ook wat jullie willen gaan worden, wat jullie kunnen gaan worden in de toekomst. Calculator, werkvoorbereider, uitvoerder, BIM-expert. Allemaal functies die je later kan worden met dit uitstootprofiel bouw en uitvoering. Dit is de werkplek van de jongens. Die zit hier in die bouwkeet. Klein vraagje natuurlijk nu aan jullie. Bouwkeet, hoeveel kost dat en hoe lang moeten we dat nou huren bij de materiaaldienst en waar zetten we die neer op de bouwplaats? Allemaal mooie vragen waar jullie aan het einde van dit kwartaal antwoord op hebben. Maak er wat van, hè. Doei!